Hij loopt. Oké, Jeroen. Goedemiddag. De kapitan, el kapitan Hollanda. Ja, kapitan Hollanda. Nou, ik heb hem hier aan. Dus het is mijn kapitan Hollanda shirt. Dus ik heb hem aan. Ah, super man. Hey, leuk dat je hier in de Runspiration podcast zou willen verschijnen. Wat ben je op dit moment aan het doen? Ik ben op dit moment, ben ik eigenlijk sinds het begin van het jaar, ben ik, het basisidee was, kan ik in de eerste, zeg maar 3 maanden van het jaar, kan ik elke week kan ik een marathon lopen. En mijn idee was ook om dat te gaan doen in Afrika. Okay. Dat was een idee wat denk ik pas in november 2018 kwam, dus het was niet echt heel erg ruim in de tijd voorbereid of zo. Dus toen ben ik eigenlijk heel snel gaan googlen, kijken of het kon. Kon ongeveer in die zin. Het waren, met name in januari waren die altijd in Afrika, waren marathons, heb een stukje in de Oost-Afrika. Maar uiteindelijk, nu nog meer met 12 marathons en 2 halve marathons, kwam ik eigenlijk tot het programma om binnen de eerste 3 maanden van het jaar uiteindelijk 500 kilometer aan marathons te rennen. Alright, 500 kilometer aan marathons in de eerste 4 maanden van het jaar. Dat is ongeveer de actie. Hoe kom je daar in hemelsnaam bij? Ja, dat vroegen mensen mij ook onlangs. En ik denk eigenlijk, om nog een stapje terug te nemen. Ik woon in Chili en ik werkte al 5 jaar, 5 jaar voor een bedrijf. Op een gegeven moment was ik er voor verschillende redenen was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Nou, toen heb ik een soort exit uit onderhandeld, ook met een beetje geld erbij. En toen was ik eigenlijk net iets eerder klaar met werken dan mijn vriendin. Dus dat had ik eigenlijk 2-3 maanden over. En dan is het niks voor mij om thuis te gaan zitten. Dus toen dacht ik, ik ga reizen. En ja, ik denk dat ik, ja, bij wijze van spreken, was ik aan het koken of was ik op de wc of gewoon zo'n standaard klusje aan het doen. En toen dacht ik, zou je elke week een marathon kunnen lopen? En toen dacht ik, ik denk eigenlijk dat ik dat wel kan. En op het moment dat er zo'n idee in mijn hoofd zit, dan ga ik even checken of het kan. En als dat kan, dan vind ik ook eigenlijk dat ik het moet gaan doen. Maar wanneer het is gekomen, weet ik ook niet. Maar toen ik eigenlijk achter van dat het kon, toen dacht ik, ja, dat ga ik gewoon doen. Oké. En wat was jouw... Wat deed je in Chili? Ik werkte voor een luchtvaartmaatschappij. Eigenlijk in het onderhoud van vliegtuigen. Dus was verantwoordelijk voor al het materiaal wat je nodig kan hebben om vliegtuigen te repareren. Maar echt van een schroefje tot een motor. Dat op de juiste... Dat werd gekocht, dat werd gerepareerd en op de juiste locatie werd neergelegd. Okay. Dan werkte ik eigenlijk voor de grootste vliegtuigmaatschappij van Zuid-Amerika. Oké. Nou, en toen... En ja, neem ons mee in het verhaal. En toen ben je... Heb je dit idee heb je bedacht. Toen heb je dit uitonderhandeld. Je hebt nog een beetje geld meegekregen. Dus het kon deels... Ja. Daar kon je je plan mee financieren, bij wijze van. Voor een deel. Ja. En toen? Ja, en ik werkte ook voor een vliegtuigmaatschappij. Dus ik kon ook goedkope vliegtickets regelen. Dus dat maakte sowieso de reis ook... relatief goedkoop. Mm-hmm. Toen ben ik eigenlijk een plannetje gaan bedenken, maar er waren ook, bijvoorbeeld ook in Afrika worden heel veel marathons pas 2 of 3 maanden van tevoren daadwerkelijk bekendgemaakt. Dus ook al ben je in november iets aan het zoeken voor maart, dat is niet altijd, je gaat het nog niet altijd direct vinden. Dus dan op basis van wanneer de vorige jaar een marathon was, ga je dan toch proberen met de organisatie contact te komen, doe je dit jaar weer, et cetera, om een beetje logisch reisprogramma te doen. Dat je bijvoorbeeld niet van een keer naar Zuid-Afrika gaat vliegen en dat je een beetje een soort route kan maken. Mm-hmm. Grotendeels die je ook bij het openbaar vervoer kan doen. Omdat het eigenlijk een beetje voor het milieu en ik vind het zelf eigenlijk ook leuker. Toen kwam ik eigenlijk op een programma terecht. Toen ben ik me gaan inschrijven. En toen dacht ik, als ik dit ga doen, is het ook wel mooi om dat te koppelen aan een goed doel. Het is op zich wellicht nog best een zeg maar, soort medicinieke actie. En dat kan je natuurlijk ook gebruiken om geld op te halen voor een goed doel. Uh-huh. Toen ben ik even over na gaan denken. Toen heb ik uiteindelijk heb ik World Child benaderd. Omdat ze
sowieso ook naar veel landen ging waar zij ook actief zijn. Uh-huh. Zelf ook eerder in mijn leven, ook in dat is vrijwilligerswerk, heb gewerkt met kinderen, maar vaak ook met lezen. En dat, nou ja, uiteindelijk lag ik ook redelijk, redelijk dicht bij wat WARDS doet, die uiteindelijk psychologische support geeft aan kinderen in oorlogssituaties. Uh-huh. Dus heb ik hun benaderd en zo is eigenlijk ook dat deel erbij gekomen van lijkt ook gebruiken om, om zo'n steentje bij te dragen. Uh-huh. En zoals ik zei, het plan kwam in november, dus het kwam allemaal, het is allemaal relatief snel bij elkaar gekomen. Want ik ben eigenlijk 2 januari ben ik eigenlijk aan de reis begonnen. Okay. December is natuurlijk ook een maand met feesten, partijen en dingen, dus daar gebeurt ook niet zo veel. Nee, oké. Dus ja, nou ja, goed. Welke organisatie was eigenlijk het lastigst om te benaderen dan? Kijk, je hebt een paar grote. Dus op een gegeven moment, degenen die er waren eigenlijk relatief makkelijk. Want die waren al bekend. En ik wist dat ik toen op een gegeven moment het Midden-Oosten moest. En dat waren die van de Oman en Dubai. En dat zijn gewoon grote professionele organisaties. Dus dat was niet zo, dat was niet zo'n probleem. Maar ik denk vanaf februari heb ik eigenlijk met alle organisaties wel persoonlijk contact gehad en mogen mailen. En vaak ook vanwege hele simpele dingen, omdat je dan, omdat die alleen maar open waren voor lokale mensen. Dus ik ook even moest vragen, ja, ik kan ook meedoen. En hoe ga ik dat betalen? En want er zijn geen creditcardmogelijkheden, et cetera. Dus nou, moest je ook vaak hopen dat ze aardig waren en zeiden van nou, dat mijn cash vraag wat voren. En ook in landen die gewoon anders werken, want volgens mij mijn 5e marathon was in Somaliland. Nou ja, Somaliland staat als land eigenlijk niet eens. Dat is een onderdeel van Somalië, wat heeft besloten dat ze onafhankelijk zijn. maar geen ander land in de wereld erkent Somaliland. Dus ja, Somaliland, ik heb ook nog nooit van gehoord. nee, daarom dus. En op hetzelfde moment eigenlijk de andere... Het andere wat ik moest checken, is gewoon visa. Dus dat je wel gewoon genoeg tijd hebt om visa te regelen. Mm-hmm. En voor te regelen. Daar is nog bijkomend, was lastig dat eigenlijk in Chili nauwelijks, er zijn gewoon geen Amerikaanse consulaten. Dus met andere woorden, ik ging met kerst nog even naar Nederland. Dus daar had ik nog een paar dagen om in Nederland of in Brussel nog even wat visa te regelen. Dus mm-hmm. Ik in ieder geval nog een reis kon maken. Ik heb een paar lokaal geregeld, maar dat was eigenlijk het enige wat ik even moest uitzoeken. En verder heb ik eigenlijk redelijk weinig van tevoren geregeld en alles gewoon op de volgende vorige jaar. Maar ja, dat, zo ging dat. Bizar. Ja, nou, bizar. En hoe reageerden mensen in jouw omgeving op dit plan? Ja, ik heb wel vaker dingen van dit soort plannen in mijn leven gehad. Dus die een paar denken van ja, Jeroen, dit is wel echt iets weer wat jij gaat doen. En dus dat is een beetje schouderophalend. Dan zijn er denk ik, heb je een soort tweede groep die dan van, oh, dat is loco, je bent... Ik ben een beetje gek, maar dan op de goede manier. En dan nog met een aantal tips komen. Ik denk dat meer mensen zijn ook, bijvoorbeeld van mijn trainingsgroep hier in Chili. Dat soort dingen die er met dat soort opmerkingen komen. Denk aan je voeding, denk aan deze training, denk aan recovery, dat soort dingen. Uh-huh. Als je een derde groep hebt, en dan heb je het natuurlijk meer over je ouders en mijn zussen. En die groep die toch wel een beetje bezorgd zijn. Wat logisch is, zeker omdat ik ook medisch gezien ook niet altijd perfect ben geweest. In de zin dat ik ben eigenlijk begonnen met hardlopen nadat ik mijn been had verbrijzeld. Dus heb ik ook nog een half jaar in een rolstoel gezeten. Ben ik 3 of 4 keer geopereerd. Dan heb ik echt 2 jaar eigenlijk niet fatsoenlijk kunnen lopen. En in die revalidatie ben ik eigenlijk begonnen met hardlopen. Oké, maar even terug. Jij bent begonnen met hardlopen vanuit een rolstoel, omdat je been verbrijzeld was.
Ja, altijd wel veel sport gedaan. Want ik was altijd wel sportief, maar dit was 10 jaar geleden. Mm-hmm. Hij was in november was het 10 jaar geleden. En volgens mij kon ik 2 jaar daarna kon ik eindelijk een beetje fatsoenlijk lopen. En toen ben ik steeds harder gaan lopen. En ik weet dat toen, 3 jaar later, dus dat was 5 jaar na het ongeluk, dat ik toen op een gegeven moment dacht, zou ik een marathon kunnen lopen? Mm. Ik had relatief matig getraind, maar wel iets gedaan. En ik was op zich qua spieren, was ik op zich wel sterk genoeg. En op zich is dat been is gewoon heel goed hersteld. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik echt enorm goed had getraind. Mm. De marathon van Athene gaan lopen, want dat vond ik wel een hele grote klassieke marathon. Dat vond ik wel mooi om te gaan doen. En ik vind hardlopen sowieso ook een prachtige reden om te gaan om te reizen. Dus het is heel mooi om dat gewoon op die manier te combineren. Toen ben ik de marathon van Athene gaan lopen. Nou, die was loodzwaar. Het was ochtends al wel erg. Het was mijn eerste marathon, dus het was loodzwaar, maar gewoon uitgelopen. Mm-hmm. Daarna, ja, ik ben toch wel competitief, dus dan zit er toch iets van, ja, al gewoon sneller. Dus op dat moment ben ik nog steeds niet heel serieus gaan trainen, maar wel gewoon 2 keer in de week hardlopen. Gewoon iets serieuzer gaan trainen. Mm-hmm. En toen kwamen eigenlijk langzamerhand kwamen ook wel best wel redelijke resultaten, zeker voor de trainingsarbeid die ik deed. Toen liep ik op een gegeven moment hier in Santiago, liep ik op een gegeven moment 3:13. Ik denk, nou, dat is op zich best wel prima. Serieus resultaat, 3:13. Ja. En toen had ik me vorig jaar, toen dacht ik, nou, ik ben ingeschreven voor de marathon van Noord-Korea. Dit is leuk, leuke mensen die ook eens van Noord-Korea. Onder het mom van het is een marathon lopen is een goede reden om te gaan reizen. Uh-huh. En toen ben ik echt bij een serieuze groep gaan trainen. Dus toen heb ik het zeker wat serieus aangepakt. En dacht, ja, nu moet ik sneller dan 3 uur lopen. En ik had ook gezien dat als ik sneller dan 3 uur loop, dan kan ik ook het podium halen. Dus ik zag me nou in Noord-Korea op het podium staan. En dat is denk ik een jaar geleden, op dat moment echt serieus gaan doen. Oké. Even heel snel tussensprong. Hoe is het in Noord-Korea al afgelopen? In Noord-Korea ben ik uiteindelijk 60 geworden. Heb ik het niet binnen 3 uur gedaan, dat was 3:02. Dus kwam ik ook echt boos over de streep. Dan ben ik echt daarna... Dan weet je wel gewoon PR en ook gewoon 11 minuten erachter, zo slecht was het ook niet. Het viel ook wel tegen in de zin van, het was denk ik ongeveer een graad of 2 toen we begonnen. Mm-hmm. Maar wel met een zonnetje, dus ik dacht, nou, ik ga gewoon met een shirtje zonder mouwen, maar gewoon, ik hou ervan om zo niet omhoog te lopen. Maar het wordt waarschijnlijk beter weer, althans de zon komt door, het wordt een beetje 6, 7 graden, dan komt ook goed. Maar ja, toen kwam er wind, toen werd het bewolkt en toen ging het op een gegeven moment sneeuwen. Dus toen merkte ik de 30 kilometer dat ik wel een beetje begon te verkrampen. En dat het me ook echt niet lukte om mijn spieren goed warm te krijgen. Dus toen verloor ik gewoon snelheid en toen moest ik ook het duurschip loslaten. Ik denk als ze nog even beter waren geweest, dan was het wellicht gelukt. Maar het was sowieso was het altijd denk ik wel een keer geworden. Maar op zich was dat op zich best een prima. Ja, en derde was ik niet geworden, want dat was iemand die liep, de nummer 3 was 2:50. Oh nee, dat is echt serieus, serieus verschil. Dat zat er niet in. Nee. Oké, maar dat avontuurlijke, dat zit wel in jouw aard op een of andere manier. Waar komt dat vandaan dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Ik ben relatief jong. Althans, ik ben toen ik 18 was, ben ik gewoon voor het eerst alleen gaan reizen. Wel met een vriend, maar naar Indonesië. Ja, daarvoor heb ik ook wel met vrienden wat gedaan, maar dat was zeg maar Zuid-Burenesse. Mm-hmm. Maar dus toen voor het eerst naar Indonesië, dan echt een maand gereisd. En dat is eigenlijk altijd heel goed bevallen.
En ik denk dat daarom ook, wat ik ook al eerder zei, ik heb eigenlijk van tevoren niet zo heel veel, ik heb de reis niet zo heel goed, niet zo heel strak gepland. Maar ik heb in de loop der jaren zoveel gereisd dat me dat ook niet heel veel stress geeft. En dat je juist die flexibiliteit lekker vindt, als stel dat je een dag een keer slecht voelt daar, maar bijvoorbeeld ook gewoon een dag dat je dan op kan bewegen van, in plaats van die stappen zoeken, gaan we naar het strand en daar gaan we even 2 dagen chillen. Dus dat soort dingen niet allemaal vast liggen. En ik er ook redelijk makkelijk in ben om dat soort dingen gewoon onderkant te regelen. Dus ik in Afrika, wat niet altijd even makkelijk is, in de zin dat toch heel veel dingen die je moet regelen, zeker lokaal, het zijn toch altijd een beetje kleine, je bent gewoon altijd aan het onderhandelen. Dus ook als je het uit de onderhandelt, blijf je door onderhandelen. Dus daar, ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen dat heel veel energie kost, omdat ze daar gewoon heel erg moe van worden, omdat ze denken dat ze een afspraak hebben, maar die afspraak gaat weer niet door, ze willen meer geld, of nou ja, dat je dan gewoon te hard de onderhandeling in moet gaan, maar nou, mij gaan dat soort dingen eigenlijk vanzelf nu 32 na 14 jaar de wereld al redelijk afgereisd hebben. Zo. En als we weer teruggaan naar jouw sportieve marathonstreak, ja. Was het voor jou, of is het voor jou voornamelijk het avontuur wat longt, of is het het sportieve aspect? Ja, toch wel een combinatie, want ik heb nooit... Ik ben wel toch ook wel bloedfanatiek. Ik probeerde van tevoren tegen mezelf ook mentaal te zeggen, Jeroen, je komt hier niet om een PR te lopen, je komt hier niet om podiums te halen. Weet je wel, je moet het gewoon proberen gezond te eindigen zonder je lichaam kapot te maken, et cetera, et cetera. Probeer ik mezelf heel duidelijk te zeggen en ik heb dat denk ik ook wel redelijk kunnen doen. Uh-huh. Maar de aard van een beestje, ja, dat kan toch nooit helemaal veranderen. Maar ik denk eigenlijk dat het een beetje een combinatie van de twee was. Want wat ik heel erg leuk vind van marathons in andere landen lopen. Ik hou sowieso van events. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk als een grote groep mensen bij elkaar komen. En bij marathons of bij hardloopwedstrijden of eigenlijk als sportwedstrijden in het algemeen. Hebben mensen altijd gewoon heel veel zin in. Dus dan is er altijd gewoon hele positieve energie. Daar hebben mensen gewoon heel veel zin in. Nou, dat vind ik sowieso heel erg leuk om mee te maken en om bij te zijn. Vooral als je ook in een ander land bent, dat ken je dan toch nog niet. En dan word je toch op een of andere manier word je altijd weer verrast wat je onderweg tegenkomt en hoe dingen dan gaan. En het kan vanaf de kleine dingen zijn, zoals in Noord-Korea. Daar hadden ze dus, daar bestaan geen portable wc's. Dus dan was het als je naar de wc wilde. Ja, elke 5 kilometer, dat is een appartementgebouw, dan moet je naar die politieagenten, die moet dan vragen of je met je meeloopt naar de wc op de 3e verdieping. Ja, dat is echt... Ja, dat soort dingen. Maar ja, zo dat soort dingen, ja, dat soort dingen maak je dan mee. En bij een Omaan loop je en daar staan dan allemaal van die... daar staan dan mensen met een soort van... met de lokale... fluiten, lopen daar dan weer allemaal te dansen. En zo heeft iedereen dan weer compleet iets eigens. In Afrika ga je heel vaak gewoon door kleine dorpjes en dan lopen alle kinderen natuurlijk lopen met je mee. En dat soort dingen zijn gewoon die lokale echt combinatie juist van het avontuur, van het reizen, maar gecombineerd juist met het sportieve. Ja. Dat maakt het heel erg leuk. En mensen zijn gewoon veel uitbundiger tijdens evenementen. Dus dat maakt het veel opener. Ja. En dat is gewoon heel leuk. En de laatste die ik in Afrika liep, in Zambia, dat was een groep studenten of zo, die 6 jaar geleden hadden besloten van, we gaan gewoon met z'n allen gewoon de Zambianen fit krijgen. Dus ze hebben een Project Fit opgericht. Mm. Dat was mijn soort Facebookgroep gewoon. En daarna, een jaar later, zijn die ook een marathon gaan organiseren. Uiteindelijk is dat gewoon een groep vrienden, dat is uitgegroeid tot op de grootste marathon van Zambia. Uh-huh. Maar die daarna ook gewoon een barbecue doen en een biertje erbij, et cetera. Dan een beetje gitaar erbij. En ik reis zelf ook altijd met een muziekinstrument, omdat het gewoon een goede manier is om in contact te komen met mensen. Dus ja, dan is het gewoon ook heel gezellig. En dan kom je veel
dichter bij de mensen. Het is ook gewoon een hele leuke manier om te reizen. Ja, ja, zeker. En waar zit je nu in je streak? Ik ben al heel eind op weg. Dus ik heb nog een halve marathon en een marathon te gaan. Ja. Die zijn allebei in Chili. Nou, eentje in Paanseiland, wat ook in Chili is. En de andere gewoon eigenlijk mijn huismarathon in Santiago. Ja. Maar ik heb er inmiddels dus, ik moet het goed zeggen, 10 marathons en 1 halve gelopen. Dus, gaaf. Welke, ja, ten tijde van het, dat deze podcast live komt, heb je ze allemaal afgerond al. Maar ja. Welke is tot nu toe het hoogtepunt? Kun je dat noemen, überhaupt? Ja, dat kan je op die manier niet noemen. Dat zou ik dan wel van welke was nou de mooiste, welke is dan de leukste. Want alle hebben toch weer een ander gevoel erbij. Ik kan wel zeggen dat ik toch de kleinere, wat meer lokale marathons wel echt veel leuker vind. Dus een Dubai-marathon. Met alle respect, is heel vlak. Ja, dat is op zich een parcours, dat hebben ze zo vlak mogelijk gemaakt. Want ze vinden natuurlijk een wereldrecord. Het is niet echt dat je zegt dat is een heel mooi parcours. Nee. Er doen heel veel mensen aan mee. Dus het is strak georganiseerd, daar kan je allemaal niks over zeggen. Mm-hmm. Maar als je het hebt over contact met de lokale bevolking of iets van de stad zien, of nou, eigenlijk niet. Dat vond ik in die zin. Heel professioneel, maar een beetje saai. Ja. Maar uiteindelijk heeft elke marathon, en ik denk dat ook een marathonlopers dat wel weten, maar toch nog steeds wel best wel intens is. Ook als je het gewoon elke week loopt, blijft het ook mentaal wel intens. Heeft toch wel een eigen verhaal. Ik vond echt de mix lokale wel flex. Dus wat echt lokaal was die in Zambia, wat ik al vertelde. Rwanda was heel lokaal. Somaliland was heel lokaal. Er komt niet zoveel mensen in Somaliland. Dus dat was heel erg leuk, omdat je daar gewoon direct met de lokale bevolking naartoe ging, daar liep, vervolgens aan je lunchte of barbecuede, et cetera. En ook gewoon vaak door kleine dorpjes heen ging met. Wat is nou, daar ben ik wel benieuwd naar, wat is nou het meest bizarre wat je hebt meegemaakt? Nou, ik weet niet of het meest bizarre. Ja, er zijn verschillende verhalen te vertellen. Ik weet dat ik op een gegeven moment, bijvoorbeeld in Egypte, ben ik uiteindelijk nog derde geworden. En maar daar was ik echt vooral enorm geïrriteerd, want dan liepen we kennelijk met een groepje. Ik liep met 2 Egyptenaren, liep op de derde plaats. Ik wist dat we wel goed liepen, maar ik wist niet zeker of het echt podium was. Mm-hmm. Maar de hele tijd de route aan afsnijden. Dat zagen ook gewoon de officials. Nou, dat vond ik echt zo slecht. Ik denk, jullie verdienen het gewoon niet om een medaille te halen. Waren de route aan het afsnijden, joh? Ja, je had zeg maar een stukje waarbij je net zeg maar, wat was het, zeg maar 300 meter om een pion zeg maar, heen moest lopen. Oh, zo, ja. Die liepen daar gewoon door, maar dan win je gewoon 600 meter. Ja. Ja, dat trekt zeg maar gewoon de competitieman trekt dat toch heel slecht. Dus dat is eigenlijk de enige waarbij ik ook echt diep ben gegaan. Mm-hmm. Waar ik mezelf toch niet kon controleren. Ik denk, ja, je verdient het gewoon. Nou, precies. Echt. Op een gegeven moment was ik ze ook voorbij. Toen was ik de hele tijd video's aan het maken, zeg maar, waar ze komen afsnijden. Dus dan wil ik echt zo als gewoon afsnijden. Van filmen. Maar. Dus dat was. Dat had ik nog nooit meegemaakt, omdat ik echt gewoon die hele marathon gewoon zwaar geïrriteerd was. En dat heb ik voor mezelf in die zin nooit meegemaakt. Wat ook wel weersomstandigheden bizar vond. Ik heb in de Seychelles gelopen. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon 3,5 uur in een tropische storm gelopen. Jo. Dus, ochtend was het al de hele tijd regenen, wind. En Seychelles, denk je, ja, die storm. Ja, strak blauw. Ja. Strak blauw. En was het daar, daarvoor was het ook zo. Maar dat was alles doorweekt en met je bij stroopt op overal met zand. Dus alles gaat ook open. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik sta ook onder de douche en alles deed pijn.
Vervolgens hadden zeg maar, de top 5 die hadden prijsgeld gewonnen. Zoals ook een, hadden ze ook een soort van gala-diner. Mm-hmm. Dat had ook niet helemaal meegekregen dat het een gala-diner was. Want ik had überhaupt, toen ik een tas ging inpakken, heb ik ook nagedacht over van, ik moet een lange broek meenemen. Ik moet misschien nette kleren meenemen, of moet misschien normale kleren meenemen. Ik had eigenlijk alleen maar sportkleren bij me. Ja. Dus ik kwam dat het gala-diner ook zwaar in de beste aan. Dus dat soort dingen gebeuren. En ik heb vooral ook best, eigenlijk heb, ik moet zeggen, ik ben het qua spieren ben ik heel goed doorgekomen. Mm-hmm. Dat is echt heel erg meegevallen. Maar ik heb op een gegeven moment echt heel erg last gekregen van mijn maag-darm. Ja. En toch wel zo koppig om op uit te lopen. Maar ja, wat je daar dan meemaakt, dan ben je gewoon echt weer een willekeurig huis binnen. Op je toilet, zeg maar, met angst in je ogen. En, ja, en dat dan 9 keer op een dag. Dan gebeuren dat soort dingen. En denk je, nou, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Maar ja, dan, ja, is toch nodig. Het moet toch gebeuren. Mm. En dus dan merk ik ook weer, ja, ik ben alle schaamte voorbij. En met name had ik ook in Zambia, had ik ook weer last. En echt voor de derde keer, ik dacht, ja, ik ben daar op een gegeven moment echt klaar mee. En toen merkte ik ook wel dat ik dacht altijd dat ik mentaal heel, of dat ik mentaal onverwoestbaar was. Mm-hmm. Maar dat was kennelijk toch niet zo. Ik merkte toen al dat als de laatste marathon in Afrika, dat was in Zambia, dat ik weer de hele tijd ging die maag weer slecht. Nou, ging ik om weer naar allemaal. Ging ik weer de jungle in rennen en daar dan. Je behoefte doen. Dus dat ik op een gegeven moment. Ja, echt gewoon helemaal kwaad met deze onzin. Ik zit gewoon weer te rennen en weer doet je buik gewoon pijn en moet je de hele tijd naar de wc. En wat doe je jezelf aan? Ja, precies. Dus echt dat ik daarna. Dat ik over de streek kwam. Echt ook gewoon een beetje emotioneel werd. Ja, ik heb het nooit gehad. Wat is het voor onzin? Maar ja, dat. Dan merk je wel dat je denkt van ja, ik ben mentaal onverwoestbaar. Onverwoestbaar, maar dat is dan kennelijk toch niet zo. Maar aan de andere kant, ja, dan nu, wat is het een weekje later? Dan denk je ja, op zich was ook dat wel goede ervaring. Wat leer je dan met die ervaring? Want mentaal zat je er even helemaal doorheen, omdat je maag en je darmen continu aan het opspelen waren. En je was er helemaal klaar mee, je werd emotioneel na de finish. Nu zijn we een week later. Wat is je leerpunt? Wat heb je eruit gehaald? Nou ja, ik denk dat het sowieso... Ja, dat... Het sowieso goed is om op een gegeven moment toch weer... toch even je limieten te kennen, zeg maar. Mm-hmm. En hoe beter je jezelf kent en ook je grenzen. Daar was ik zelf al echt op mijn grenzen misschien net iets over te werken. Dat stuk zelfkennis helpt je altijd. Hoe je dan toch betere beslissingen kan nemen. Slimme dingen kan doen. En dat bedoel ik niet alleen naar de marathon zelf toe. Dus als je hier bent, natuurlijk is het niet schaamd worden dat je even een marathon goed terechtkomt, nog vroeger opstaan, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal meer, hoe zou ik het noemen, wat meer dingen voor de marathon zelf. Maar uiteindelijk heeft het te maken van, joh, die emotie is ook eigenlijk niet zo slecht. En ik merkte zelf, omdat ik ben zelf iemand die, op het moment dat ik dingen doe, dan vind ik ze eigenlijk al normaal. Dan vind ik het ook gewoon... terwijl ik die marathons liep, toen had ik niet zoiets van, oh, het is op zich best wel... Mag ik trots op zijn? Zoiets had ik helemaal niet. Van ja, ik had bedacht. Ik vond dat ik moest kunnen. Nu doe ik het, dus ik kan het. Dus dat is een beetje... Dat is zeg maar hoe het mentaal werkt. Ja, ja. Nou, op het moment juist als je door een diep dal gaat, dat geeft uiteindelijk ook de prestatie denk ik iets meer kleur. Mm. En dat maakt wellicht ook wat makkelijker om, of toch ook wat trotser
trots op jezelf te zijn. En ook af en toe te realiseren dat je ook niet altijd je hele leven, zeg maar, altijd de limieten van je lichaam of van wat je mentaal aan kan op te zoeken. En dat besef kwam denk ik al relatief, relatief snel. En dat ik merkte van, nou, als nu mijn buik gewoon goed zit, dan heb ik ook echt wel weer zin om bijvoorbeeld de marathon van Santiago weer te lopen. Want ja, daar had ik eigenlijk wel weer zin in. Die moeten we nu even onder controle krijgen. Dus nee, maar ik denk dat het altijd, soms is het, niet, is het op zich best goed om toch de limieten in jezelf op te zoeken. Maar dan ook echt te realiseren, oké, dit was een limiet. En op deze manier moet ik het volgende keer niet meer doen. Maar als ik het heb gedaan, zegt ook wel wat van, joh, je bent toch doorgegaan, je hebt het toch gered. Ja. Je hebt het toch gelopen, het was niet spijkerhard zoals je zelf wellicht in je hoofd had. Maar die in Zambia, ben 4 keer naar de wc geweest, was nog iets van 3,50, weet je wel. Dus ik heb hem nog gewoon uitgerend. Dus ook dat is nog wel iets waar je op zich wel trots op kan zijn. Nou ja, op zich, daar kun je wel trots op zijn. Ja, toch? Je doet het wel. Ja, 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 daarom. Dus ja. Nou ja. Gedurende die wedstrijd was ik echt, gedurende de marathon werd ook een beetje emotioneel te zeggen, ja, gewoon blijven rennen. Gewoon blijven rennen. Gewoon met elke meter kon je dicht bij de finish en dan is het gewoon klaar. Het is gewoon klaar. En zo blijf je jezelf toch motiveren. Maar als je nou de finish heen komt, dan had je wel iets van, daarna laat je die concentratie los. En ja, dan komt de emotie. Ja, ja, maar is toch ook wel ook gewoon het mooie eraan. Ja. Ja. Ja, tof. Mooi. Wat zijn nou dingen die je anderen aanraadt als je zo'n tussenhaakjes gek plan hebben zoals jij dat nu omschrijft? Wat moeten ze anders doen of wat raad jij ze aan? Ja, in het algemeen proberen, denk ik, gewoon als overdrijven zelf. Het is toch best wel intensief. En zeker omdat ik ook best wel veel gewoon met de bus heb gedaan. Dan zit je in een heel klein busje waar ik ben. Ik ben niet overleven lang, maar ik ben gewoon 1,87. Dus als in heel veel Afrikaanse bussen pas ik gewoon niet zo goed. Ook niet ideaal voor herstel. Maar proberen in ieder geval alle vormen van stress die je tijdens een reis kan hebben, die proberen van tevoren weg te nemen. Ik ben zelf niet zo'n heel stressvol persoon, dus voor mij was dat niet heel erg nodig. Maar ik kan me voorstellen dat als een reis je stress geeft, dan moet je iets van tevoren bijvoorbeeld wel goed organiseren. In ieder geval, de vlucht die had ik gedaan, ik had visum verwerkt, de rest. Daar komt wel een regel heel op de bodem voor je. Dat gaf mij minder stress dan het helemaal van tevoren uit willen denken, et cetera. Ja. In het algemeen fysiek. Ik heb natuurlijk wel getraind, maar ik had het ook in november pas bedacht. Dus echt een lange voorbereiding heb ik in die zin niet gehad. Maar in begin december heb ik nog een marathon hier in Chili gelopen. Had ik wel last van mijn knie, dus het was ook meer een soort gaan proberen daar goed terecht te komen. Dus ik was een beetje hoe gaat die knie bijvoorbeeld houden? Hoe gaat het algemeen mijn fysiek het houden? Nou, toen heel erg goed samengewerkt met een fysio. Met name met focus op zoveel mogelijk zelf dingen kunnen oplossen. Dus als ik hier een pijntje voel, hoe moet ik dat behandelen? En ook gewoon heel veel dingen mee te nemen voor het geval dat. Gels, sprays, ice packs. Enorm veel gels, tevenpijsters, gewoon alles wat je kan bedenken, zeg maar, wat je nog hebt, gewoon meenemen, want wellicht heb je het zelf nog nodig, of waarmee je eigen sportdrank kan maken. Dus ja, zodat je zelfvoorzienend bent. Zelfvoorzienend bent, maar ook zeg maar dat je jezelf dus als een soort fysiotherapeut ook nog deels kunt behandelen, zeg maar. Ja. Op zekere hoogte. Ik heb ook wel met een diëtist gewerkt, maar ik moet eerlijk zeggen dat
Daar kreeg ik hele mooie plannen van, maar dat is me eigenlijk niet gelukt om dat te volgen. Het is toch een beetje, zeker als je aan het reizen bent, ja, een beetje je eet wat ontschaft. Dus wat er is, en daarin moet je proberen zo gezond mogelijk te eten. Dat ook zo goed mogelijk te herstellen, et cetera, et cetera. Ik had ook nog iets van eiwitchecks en dat soort dingen. En iets waar je dus een soort van energiedrank kon maken. Mm-hmm. Maar dat was toch wel last om dat te controleren. En wellicht wat ik heb onderschat is, en dat is misschien ook wel een van de oorzaken waardoor ook die maag-darmproblemen zeg maar doorbleven lopen, dat toch in marathon heeft toch wel best wel behoorlijk effect op je weerstand. En ik heb daar, ben ik wellicht niet bewust genoeg mee bezig geweest. Dus ik hou van groen, ik hou van fruit, ik heb zoveel mogelijk gegeten dat je bijvoorbeeld kon eten, maar wellicht ook daar ook qua supplementen iets beter mee omgaan. Maar goed, dat is de kennis die je nu hebt. Ja. Nog, hoe lang duurt het nog, je plan? En over 2 weken, dus ik heb komend weekend heb ik een wedstrijdje en dan sluit ik over 2 weken af met de marathon, met mijn thuismarathon. Dus okay. Ik ga gewoon naartoe wandelen en dan, en ik hoop eigenlijk, maar dan komt toch weer de competitief komt in mij naar boven, als ik gewoon, als ik die maag-darm onder de controle is, ik ben nu ook gewoon echt, ik heb toch wel wat gewicht verloren, zeg, dus ik ben een beetje gewoon echt op kracht en op snelheid aan bijtreden, dus hoop ik dat ik daar... Maar ik heb toch een beetje nog de wens om toch nog even een mooie tijd neer te zetten. Oké. En dus, dan? Wat daarna? Wat daarna? Ja, goede vraag. Daarna ga ik eigenlijk reizen. Ja, met je vriendin toch? Ja, daarna ga ik eigenlijk reizen met mijn vriendin. Ja, ik ben een beetje somber. Ik heb net drie maanden gereisd. Maar dus dan reizen. Dat is ook nog niet helemaal duidelijk wat ze gaan doen. We hebben een vlucht naar Nieuw-Zeeland, of wel daar weer misschien een paar van Indonesië, Pakistan, India, zoiets. Dus daar zal ik, dat heb ik nu nog niet uitgezocht of daar wedstrijdjes zijn, maar altijd even kijken. Van niet zeg maar iedere week een wedstrijdje en misschien net iets vaker gewoon een halve marathon in plaats van een marathon. Want dat is toch wel echt. Zeker qua stijl en ook alles. Dus ik heb onderweg nog een paar wedstrijdjes kunnen doen. Dat blijft gewoon altijd leuk om dat in het te doen. Ja, tof. Mooie plannen, man. Ja, gaaf. Echt leuk, ja. Leuk om dit zo... je zit 10.000 kilometer verderop. Dus het is mooi om, mooi om dit te doen. Waar kunnen mensen jou volgen als ze iets meer van je zouden willen weten? Ja, het meest actief qua ben ik altijd geweest op Instagram. Dus dat daar mijn Instagram naam is Capitan, maar dat is op zijn Spaans. Dus dat is Capitan _ Holanda. En dat is ook op zijn Spaans, dus dat is Holanda met 1 L. Ja. Dus daar kunnen ze eigenlijk alles kunnen ze meest volgen. Mm-hmm. En ook om geld op te halen kunnen ze gewoon. Er staat ook een site op, dus kunnen ze doneren via de World Child site. Ik heb zelf ook een liedje uitgebracht onder dezelfde naam. Dat is een reggaeton hit, dus dat is een beetje Latijns-Amerikaanse rap. En, dus die is ook gewoon beschikbaar op iTunes, Google Play, Spotify of waar je het ook wil horen. Maar dan gaat het geld ook gewoon naar World Child. Dus er zijn verschillende manieren om te helpen. Ja, tof. Nou. Goeie zaak, man. Jeroen, leuk om jou even gesproken te hebben. Ik wens je heel veel succes met de laatste twee, de halve en de hele marathon. En daarna de reis die je nog gaat doen. Ik blijf je volgen op Insta, want ik vind het een mooie... Ik vind het gewoon mooi om dit soort rare, CQ, aparte programma's of dingen te volgen, reizen te volgen. Weet je, het is gewoon inspirerend. Hè? Je kunt wel in de meute meelopen. Maar daar word je niet beter van. En ik hoorde vandaag een uitspraak. Die komt van Tibor Olgers. De toren van Pisa is bijzonder. Omdat die scheef staat. Dat is het. Klopt. En, jij bent, en jouw verhaal is bijzonder. Omdat het buiten de lijntjes kleurt. Dat maakt het mooi. Jeroen, ik wens je heel veel succes. En yes.
We spreken elkaar. We spreken elkaar. Ciao.